stoppen met hypes inderdaad afzeiken. En die jongens moeten zelf naar voren stappen en veel meer over hun succes vertellen. Ja. En investeren in start-ups en nu gewoon meedoen aan het geheel. Dat zou ik denk goed zijn. Als ik überhaupt Ritz Martin had gehad, dan was het gewoon heel slecht met me afgelopen, denk ik. Maar uiteindelijk maakt het voor ons natuurlijk niet zoveel uit. Kijk, het zal mijn zorg zijn of mensen het boek als een fysiek product lezen of als een e-book. Wij zitten daar helemaal aan het begin van de keten en we passen ons aan op wat het meest relevant is. Dus wij zijn ook niet heel erg trots op wat we wel hebben. Als je kijkt bijvoorbeeld, Nederland heeft, als je naar start-ups kijkt, een paar absoluut briljante dingen de wereld ingezet waarvan menig Nederlander niet weet dat ze Nederlands zijn.